Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Plants vs Zombies. Deze aflevering gaan we weer puzzels doen en minigames en een beetje rondkloten in onze Zen Garden. Ik heb zojuist 3 van die leuke Marigolds geëvalueerd tot super mega Marigold. Daarbij kreeg ik 3 diamonds en heb je best wel geld. Ik heb nu 27.000 en ik kan deze 3 bitches alle 3 verkopen voor 3.000 per stuk. En dat zet onze dikke vette money counter op 36.000. De vorige aflevering vonden wij namelijk ook nog eens een plantje. Of het was 2 afleveringen geleden. Vonden wij een plant. Die heb ik gewaterd. Dat blijkt een paddenstoel te zijn. Die slaapt nu. Als we naar de shop gaan, kunnen we nu met onze meer dan 30.000 het nachtlevel kopen. Ja, en dan met deze kruiwagen kunnen wij, als het goed is, deze bitch overbrengen naar de nachtlevels. Yay, ik heb geen idee hoe dit ding precies werkt. Of ik die nog heel veel liefde en aandacht moet geven. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk komt hier een hele familie van gezellige plantjes. En uiteindelijk komt er ook nog een aquarium bij. Als je daar geld voor hebt. Wat we niet hebben. Oké, laten we nu nog eventjes gaan onze laatste zuurverdiende centen uitgeven aan het kopen van een paar nieuwe marigolds. Jammer genoeg kan ik geen derde meer kopen. Dat is voor nu maar eventjes dikke vette pech hebben. Laten we gewoon lekker verder gaan. Met minigames en puzzeltjes. Die Zen Garden kan nog eventjes op zich laten wachten. Puzzles of minigames? Puzzles of minigames? Minigames! Oké dan. We kunnen gewoon Seeing Stars gaan doen. Of Invisi-ghoul. Invisi-ghoul is waarschijnlijk een level waar alle zombies onzichtbaar zijn. Ja, de vijanden zien er wel redelijk onzichtbaar uit. Dat is wel interessant. Ready, set, plant. Dit is vooral voor het begin pittig ongemakkelijk. Want je weet niet waar ze zijn. Er is gewoon gevaar. En je weet niet waar. Ik zal denk ik gewoon zo meteen lekker beginnen met een ice room planten. Ik heb geen idee of ze op een gegeven moment wel zichtbaar worden, want vechten tegen onzichtbare zombies kan best moeilijk zijn. Ik zie in ieder geval dat er hier eentje is. Ik wou net zeggen, waarschijnlijk rolt wel een hoofd eraf of zo. Dus op het moment dat ze eenmaal in je scherm zijn, dan zie je het wel. Voor de zekerheid flikker ik nu gewoon even een ice room neer. Alle zombies die ergens staan, zijn nu bevroren op een plek. En ik denk, als ik eenmaal een rijtje heb van peashooters, dan kun je zien waar je zombies zitten. Want peashooters die schieten alleen als er een zombie in hun rijtje staat. Dus dat geeft al een hele dikke vette hint van, hey Rick, misschien moet je een beetje opletten. Ik ben best wel benieuwd voor de rest hoe dit leveltje gaat worden. Ik weet niet of de waterzombies ook echt nog een soort van afdruk achterlaten in het water. Dat zou zomaar kunnen. Ik zou het heel graag willen testen, maar ik moet eerst nog even een lelie hebben hier. En dan is mijn waterdeel in ieder geval redelijk beveiligd. Dus ja, als de game me een waterlelie zou geven, dan zou ik dat op zijn minst lief vinden. Lief. Ondertussen regent het nog steeds hoofden van dode zombies. Sorry dat het zo moet, jongens. Ik verzin het ook niet, weet je. Ik speel alleen de game. Ik ben hier voor de video. Kom op, waterlelie. Doe niet zo lullig. Deze plant bewaar ik dus eventjes speciaal voor het moment wanneer een waterlelie het scherm binnenkomt vallen. Zoals nu. En hoppakee. Redelijke defenses. Laat ook gewoon willekeurige walnoten neerzetten. Want het leuke is, zometeen zie je dan natuurlijk gewoon een walnoot. Oeh, er was al een zombie helemaal daar. Zometeen zie je dus walnoten verdwijnen uit het niets. Dat is toch best grappig. Je ziet gewoon een onzichtbare walnoot doodgaan. We kunnen ook voor de grap hier een squash neerzetten. Die kan ook misschien, ja, bam. Duidelijk. Het is vooral een heel raar level. Waarom vechten we tegen onzichtbare dingen? Nou, het is wel geinig, alleen je ziet vooral niet dat het misgaat. Totdat er in één keer uit het niets planten verdwijnen. Dan weet je dat het misgaat. Dat is wel een beetje onhandig. Je weet niet wanneer het fout gaat. Je ziet wel een plonsje. Als zombies echt het water inspringen, zie je een kleine plons. Daarom zet ik dus nu wat walnoten neer. Dat zijn vooral indicaties van, komen de zombies nog een beetje dichtbij of niet. Ja, dat hebben we lekkere waterlelies. Laten we die waterlelie pas neerzetten als we ook wat hebben om erop te zetten. Anders krijgen we alleen maar zombies die onze waterlelies opeten. En dat is gewoon zonde. Nee, ik denk dat we dit level makkelijk gaan halen. Als we gewoon 2 volledige rijen peashooters hebben, dan kan er redelijk weinig fout gaan. Ik moet wel zeggen dat de map ook redelijk weinig interessante planten geeft verder. Oh god, er wordt iets opgegeten. Huh! Bitch! Fucking bitch! Er zit hier gewoon een zombie. Flink huis te houden. Vind je niet leuk, jongens? Vind je niet leuk? Ik neem aan dat hij nu wel dood is, maar ik zie nog steeds iets ploppen hier. Zie je dat? Er gaat iets niet helemaal goed daar. En ik vind het niet zo fijn als zeg maar een zombie die plant ook nog opeet. Maar misschien doet hij het nu. Voor de zekerheid! Voor de zekerheid! Oké, oh, dat was al een zombie met zo'n ding op zijn hoofd. Nee! Wat gebeurt er? Nee. Mijn walnoot erop. Oké, ik weet niet of er nou nog steeds een zombie is of niet. Ik denk het wel, alleen wat moet ik eraan doen? Wat moet ik eraan doen aan die zombie daar? Hij eet mijn walnoot op, maar... Ik zet hier nu wel gewoon even een plantje neer. Geen idee waarom, dan is in ieder geval deze rij weer veilig, maar... Ja, Nou, misschien zodra hij zeg maar, deze plant op heeft gegeten, zodra hij door de walnoot heen is, wat sowieso nog een flinke tijd kan duren, is het denk ik aan te raden om gewoon een squash erop te zetten. Misschien gaat hij dan nog dood. Ik weet het niet zeker. Voor de rest zijn wat extra lelies wel fijn, want mijn waterlinies zijn niet zo heel goed. Er is net al een gast met een helm heel flink doorheen gekomen. En ik wil zeg maar niet vergelijkbare situaties hebben eigenlijk. Ik vond het één keer grappig. Zo van, oh, je hebt bijna gewonnen, zombie. Gelukkig heb ik ook nog een stel grasmaaiers staan, maar het is toch wel gewoon fijn als ze zeg maar, niet door je linies heen komen. Kom op, squash! Gewoon nog een squash neerzetten. Hoppakee! Aan alle kanten. Oké, voor de rest zijn toch wat extra lelies wel weer welkom, weet je. Vooral deze hele lijn die nu gewoon onverdedigd is. Totaal onverdedigd. Geef me een waterlelie. Een mooie waterlelie. Een waterlelelele. Ik zal het even bevriezen. Everybody, freeze! Stop. Hammer time. Oeh, daar is ook weer even iemand flink dood gegaan. Kom op jongens, deze rij is helemaal leeg en daar heeft ook iemand doorheen. Zet daar een fucking walnoot op. Walnoten. Ik heb gewoon... Nee! Fuck, nee, nee, nee. Oké, activeer de grasmaaier maar. Ik ben er helemaal klaar mee ook. Ik heb meer waterlelies nodig. Het is gewoon niet eerlijk. Het is gewoon echt niet eerlijk. Oké, de grasmaaier is geactiveerd. Oké dan. Ik heb... Oh nee, geen dolfijnen. Oh nee. Ik heb meer waterlelies nodig, jongens. Water... Is het water... De rest van de vlakken zijn gewoon goed verdedigd. Niks aan veranderen. Alleen in het watervlak gaat het niet zo goed. En er is een of andere bitch met dolfijnen en ik kan niks doen. Snap je? Nee, ik snap het ook niet helemaal. Het is een gecompliceerd probleem, omdat ik gewoon heel veel van die vriesdingen gebruik. En dan komt het hopelijk redelijk goed. Oh my god. Squash. Ik heb geen idee waar ze zijn, maar squashen. Meer vriezen. Meer antivries. Oh my god. Geef me een waterlelie. Dit ding is niet goed beschermd, want dolfijnen kunnen over dingen heen springen en dat vind ik niet fijn. Oké, Kernel-pult. Ik denk dat die ervoor zorgen dat ze zichtbaar worden, want dan krijgen ze een stuk boter op hun hoofd en dan zie je waarschijnlijk een vliegend stuk boter. Dus dat is ook iets wat ik graag mee wil maken. Zo. We kunnen ook gewoon iedere keer squashes daar droppen. Hadden we kunnen doen. Oké, kom op Kernel-pult. Vertraag ze met je vertraaglijkheid. Oh jee, ik zie het inderdaad. Er zit nu iemand met een stuk boter op zijn hoofd. Vliegende boter, onze redder. Nee, echt waar. Het ziet er best wel cool uit. Ik ben niet zo iemand die snel zegt van wauw. Dat is een cool stukje vliegende boter. Ik ga dus nu heel erg proberen om die squashes gewoon hier neer te zetten als extra linie van verdediging. We krijgen best wel veel squashes binnen van de game, dus wie ben ik om ze niet te gebruiken? Nee, gaat helemaal goed komen. Er komt zometeen wel nog een final wave en dan is het toch wel fijn om wat extra defenses te hebben. Dus hopelijk heb ik tegen die tijd zeker nog even een extra peace shootertje op het water staan. Wow! Een onzichtbare ijslijn! Ik moet zeggen, deze game mode is wel pittig leuk. Het is zeker niet de makkelijkste, maar dat hoeft het niet altijd, jongens. Het hoeft niet altijd makkelijk te zijn. Een uitdaging hier op zijn tijd mag ook wel eens. En dat is vandaag. Vandaag is een uitdaging hier op zijn tijd. Dat ding is trouwens nog steeds verder aan het gaan. Ik zal even gaan een walnoot neerzetten. Die auto moet even tot een halt geroepen worden. Precies. Zo'n gouden muntje. Deze ice room zou ik zeker weten even bewaren voor de grande finale. Oh, er is weer zo'n ijslinie. Wacht, ik doe dit wel eventjes. Pak hem, squash. De onzichtbare ijskoolwagen is verslagen. Was het niet zo dat op die ijslinies van die gasten met van die skis binnen konden komen? Ik noem het gewoon even op, hè. Gewoon even een kleine heads up naar mezelf. Volgens mij konden op die ijslinies gasten op skis binnenkomen die best sterk zijn. Oké. Nu zijn er in ieder geval, als het goed is, heel veel mensen in beeld. Ik zal even gauw een ijsdingetje gebruiken. Dat is toch wel fijn. Oh, door die ijsdingetjes zie je ook weer heel veel zombies zijn. Alle kanten vliegen er hoofden. Dat is wel weer een goed teken. Dus voor de extra verdedigingslinie op het water zet ik nog even een extra dingetje neer. Zo, nog een vriesplantje. Helemaal mooi. Helemaal goed. Ik denk zomaar dat we winnen. Want ik zie heel veel hoofden alle kanten opvallen. Overvallende hoofden gesproken. Weet ik nog een leuk verhaal? Ik weet geen leuk verhaal. Doei. Dankjewel. Dankjewel. Oké dan. Hier zo. Dan hebben we heel veel groene dingen. Ik ben zeg maar een beetje... Ja, voor een groene planeet. Groene energie. Groene vingers. Groen bij Lingo. Alles groen. Oké dan. Ik denk dat we het level ieder moment gehaald hebben. Maar dat... Ja, je kan wel denken. Maar je moet gewoon doen. Je moet gewoon je trofee pakken. En gewoon je diamantje krijgen. En gewoon ja. En gewoon niet nee. Boom. We hebben het gehaald in ieder geval. Dank u wel, dank u wel. Ik ben tevreden met deze overwinning. Bobsled Bonanza. Call him like you see him. Maar we kunnen beter gewoon Seeing Stars doen, maar dat is de volgende. Ik heb geen idee wat de bedoeling is. Oké, Starfruits, ja. En wat dan nog meer? Is het gewoon een redelijk normaal level of niet? Pumpkins, sowieso, belangrijk. Torchwood, sowieso, belangrijk. Sunflowers? Ik heb... Volgens mij is de bedoeling dat je het sterfiguurtje afmaakt. Dus je moet gewoon heel veel zonnetjes hebben eigenlijk. Het sterfiguurtje moet denk ik af zijn. En zodra je dat figuurtje af hebt, dan win je eigenlijk. Dus ik denk dat het ook gewoon belangrijk is de zombies een beetje tegen te houden. Misschien wat normale repeaters. Ik denk dat dit wel redelijk goed is. Nou, we nog wat extra's hebben voor de leukigheid. Een Kernel-pult vind ik ook altijd wel fijne dingetjes. Vind ik fijne gozers. Ik denk dat dit wel een goede setup is om het level te halen. Of is er ook water in het midden? Want dan is in principe een lady wel fijn. Nee, er zijn geen ladies nodig volgens mij. Nee, precies. Let's rock! Oké dan. Ready, set, plant. Oké. Ik zat te denken om hier een rij Kernel-pults te doen. Ja, precies. Je moet alle vrije plekjes vullen met Starfruits. En dan haal je in principe het level. Het laat mij toch om de achterste rij met van die kernel dingen te doen. Dus daarom laat ik deze rij vrij. De rest vullen met Starfruits. En de overgebleven vakjes vullen we dan denk ik gewoon met Sunflowers. En dan zou het redelijk snel moeten gaan. Hoop ik. Even gaan we het geld bij elkaar ronselen om het eerste ding te kopen. We kunnen ook gewoon even een walnootje kopen voor de eerste gast. Weet je wat? Snoep jij even lekker van dat walnootje. Dan doet Rick gewoon even zijn ding, weet je. Gewoon even een rustig beginnetje. Gewoon relaxed. Gewoon relaxed. Ik weet niet echt precies hoe die Starfruits werken. Want ze hebben schieten weer in zoveel richtingen. En bla 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 bla. Als ik gewoon een Starfruit zet in de rij waar de zombie staat, gaat het sowieso goed. En als ik zo meteen het hele vormpje gevuld heb met Starfruits, gaat het waarschijnlijk ook best wel goed. Ik vind het wel best. Ik zal voor hem eerst gewoon het midden te doen, aangezien ze dus redelijk veel kanten opschieten. Daar komt de tweede zombie al binnenlopen. Paniek in de confettifabriek. Zoals ze dat bij de Club van Sinterklaas noemen. Daar? Is dat een hele goede plek om nu een Starfruit neer te zetten? Of juist totaal niet? Ik heb geen idee. Ze worden allebei geraakt in ieder geval, dus ik heb hier wel vertrouwen in. Ziet er goed uit. Ik heb geen idee of Starfruit ook nog een beetje damage doet. Die eerste man is al bijna dood in ieder geval. Dus ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb vertrouwen in dit systeem. Oké dan. Zou je wel willen stoppen met lopen nu voor de rest? Ja, oké, mooi. Hier nog een Starfruitje, denk. Hartstikke mooi. Voor de rest vullen we alles gewoon met zonnebloemetjes. Helemaal mooi. Had ik al gezegd dat het mooi was? Nee, want het is pokkelelijk. Nee, het is gewoon mooi. Het is gewoon mooi. Even te denken, hebben we nog iets leuks beleefd in mijn leven? Ik had van mij laatst echt meerdere dingen. Oh ja, ik kan wel wat vertellen. Over kattenbeleiden. Kattenbeleiden? Wat is het meervoud van beleid? Beleiden. Beleid? Ik weet het echt niet. Ik weet echt niet wat het meervoud van beleid is. Maar vandaag ga ik jullie het verhaal vertellen over het kattenbeleid. Dam, dam, dam. Heel ingewikkeld verhaal. Het komt erop neer. Juris Kat, Juris is een goede vriend van mij. Zijn kat was weggelopen van huis. En toen bleek dus uiteindelijk dat hij in het asiel zat. En dat kwam zo. Zijn kat is waarschijnlijk, we waren er niet bij, anders zat de kat niet in het asiel. Wij denken, de meest vooraannemelijke versie van het verhaal. Oh shit, die gast gaat het halen. Het opeten bedoel ik dan, zeg maar. Dus ik zal hem even gauw dood moeten maken. Het meest aannemelijke versie van het verhaal gaat als volgt. Juris Kat is een kat die geen neuk geeft. Dat is al een heel aannemelijk deel. Juris Kat is waar eten is. Zo is Juris Kat nou eenmaal. Kun je niks aan doen. Het zou niet handig om deze sterretjes allemaal te plaatsen, want daar kunnen zombies best wel snel bij. Dus best wel even handig om hier een walnootje neer te zetten eigenlijk. Anders eet ze in één keer een hele rij Starfruits op en dan kun je lang bezig zijn met het halen van deze missie. Zo. Voor de rest ben ik hier en daar al wat Kernel-pults aan het plaatsen. Het gaat gewoon best lekker eigenlijk. Eigenlijk wel. Eens even kijken. Hier ook gewoon even een Kernel-pultje neerzetten, weet je. Ik vind het wel een leuke missie, maar oké. Juris Kat is waar eten is. Was waar we gebleven waren met het verhaal. En wij denken dus dat Juris Kat, die kan best wel ver van huis weglopen dus. Zolang je ondertussen maar gewoon een beetje eten vindt en als hij echt honger heeft, dan komt de kat thuis. Wij denken dat hij bij onze oude middelbare school naar binnen is gelokt. Door kinderen gewoon met snoep of brood. En toen had de school zoiets van, waarom de fuck is er een kat in onze school? En die hebben volgens de politie gebeld. Of de dierenambulance hadden ze gebeld volgens mij, niet de politie. Politie kan geen katten arresteren namelijk, een beetje raar. Kom maar mee naar het bureau, kat. Nee, kat meegenomen. Toen hebben ze de dierenambulance dus gebeld. Van, er zit kat in onze school. En toen is de kat meegenomen naar het dierenasiel. En toen Jurm daar op wilde halen, zei ze, nou, we hebben dit gedaan met je kat. Hij is ontvlooid. En we hebben zijn kont schoongemaakt. En hem 1000 inentingen gegeven. Dat is dan 155 euro. Dus, tot nu toe het verhaal. Kinderen lokken kat naar binnen. Jurm betaalt bakken met geld. Mooi verhaal ook hoor. En toen zijn wij dus naar onze oude middelbare school gegaan laatst, een paar dagen geleden. Om het kattenbeleid aan te passen. We zeiden, hey Rick en Jur, leuk dat jullie weer zijn. Wat komen jullie doen? Zeiden we, nou, we komen het kattenbeleid aanpassen. Dat hebben we dus op de computers daar, waar we nog in konden loggen met onze oude school inlognamen en wachtwoorden. En we hebben een brief getikt over hoe slecht het kattenbeleid wel niet was. En dat het moest veranderen, er moest meer voorlichting komen en kinderen moesten... verteld worden dat er geen katten naar binnen mogen lokken. En de school moet niet meteen de dierenambulance bellen als er een kat binnen zit. Ja, 30 handtekeningen opgehaald. Hadden we geen zin meer. Zijn we naar huis gegaan. Niks veranderd ook of zo hoor. Geen drastische verandering in het kattenbeleid geweest. Ik wou gewoon even mededelen dat ik laatst bezig was met het aanpassen van het kattenbeleid. Dat is gewoon een belangrijk deel van mijn leven geweest. En we hebben bijna het sterfiguurtje af trouwens. Dat je het even weet. Ik heb geen idee of het eigenlijk nog zin heeft om deze dingen te plaatsen. Voor vuursterretjes of zo? Nee, die bestaan waarschijnlijk niet. Toch jammer, ik had ze graag gezien. En momenteel is het namelijk vooral dat ik heb het geld gewoon al om de dingen te kopen. Alleen, ik moet gewoon wachten. Als het goed is, als we nu die laatste ster daar neerzetten, hebben we het level gewoon bam gehaald. Tadaa! Nice. Je is gauw 2 diamantjes binnengeharkt. Maar ja, kleine tip. Lok geen katten naar binnen met eten en laat school dan dierenambulance bellen. Het kost best veel geld. En met dat geld kun je een heleboel andere leuke dingen doen. Oké, we gaan nog even naar onze Zen Garden. Oh nee, ik kan echt niet tegen dat die plantjes hier staan. Hier en jij. Hier en jij. Gieter. Gieter. Hoe gaat het hier? Rustig aan. Rustig aan. Doe je goed. Zo, die kopen ook weer eventjes lekker. Bam. Zo hé. Voor de rest is er niet heel veel interessants te kopen. We kunnen Stinky de Sneeuw kopen als we weer geld hebben. Die pakt geld op. Het is vooral leuk denk ik om gewoon die slak in je tuin te hebben. Ik heb altijd al een slak als vriend gewild. Ik ga je nu bedanken voor het kijken voor deze aflevering. Volgende aflevering gewoon weer meer Plants vs Zombies. Maar kijkers, ik heb supergoed nieuws. Ik heb namelijk eindelijk een eindscherm, gemaakt door Caitlin, de Dutch artist, die maakte vroeger al mijn eindschermen. Toen opeens was ze verdwenen van de aardbodem en nu is ze opeens weer terug, met nieuwe eindschermen. Moet je zien. Dam, dam, dam. Het is mij, met boter. Hier is de boter. Ik kan die laten zien met mijn muis, maar ik heb een stuk boter in mijn hand, ik heb een piershooter en ik heb een pompoencondoom op mijn hoofd. Het is toch prachtig. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond en tot de volgende aflevering van Plants vs Zombies. Dankjewel voor het kijken. Doei!